Zwoei kikken door, vanaf zijn Amsterdam, a.k.a. Damsko, bij mijn boy Gregor. So let's go! Zwoei kikken door, vanaf zijn we in Amsterdam, bij mijn mattie Gregor. Hallo. Gregor, jij bent influencer. Ja. Ja. En hoe influencer jij je sneakers dan? Ik deed het altijd via YouTube, maar nu eigenlijk meer Instagram. En ik ga ook even denk ik een beetje meer naar de TikTok. Alleen ik voel me aan de ene kant ook wel weer te oud, maar het moet wel. Hoe oud ben je dan? 35. Ah, valt toch wel mee. Valt mee. Maar je zit op TikTok dus? Ik zit wel ook op TikTok, ja. En hoe is het dan begonnen met sneakers? Je bent 35. Hoe oud was je toen je echt bezig was met sneakers? Ik weet het serieus nog wel. Ik zat op de basisschool. Ik denk... Dus je jaar of 12 dan, denk ik, toch? Ja, zoiets, denk ja. Ik. En een van mijn klasgenootjes, ik weet gewoon nog precies, hij zat tegenover me in de klas. En hij zat zo heel cool, zo sneakers, zo show aan me. Wat had hij? Ja, BW'tjes. MX BW? Ja. Oké. En dan die blauwe? Die Persian waarschijnlijk? Ja, die... was, ik dacht, het is echt... Te vet. Want MX kende je nog niet. Toen zag je, hé, dat is wel een gekke MX. Ja, wel van tv, maar ik had ze nog nooit in het echt gezien. Oké, en toen zag je ze die echt en toen dacht je, hé, die wil ik ook. Dat moet ik hebben. Dus ik ging naar mijn moeder, maar ik moet Nike's. Ik wil Nike. Ik wil dat hebben. En mijn broer die was er ook wel van, maar we hadden geen Nike's. Ja. En toen op een gegeven moment kwam mijn moeder met Nike's thuis en ik dacht, oh, die Nike's, oh, wat vet. En ik heb geen idee hoe ze heten. Het waren bruine halfbergschoenen met air erin. Soort, ik weet het niet. Elke keer als ik er eentje zie waarvan ik denk, oh, dat lijkt er wel op. Ja. Dan is het absoluut niet. Nee, maar het was dus geen BW die ik kreeg. Nee, absoluut niet. Weet je hoe duur die dingen waren? Dat was mij 300 gulden toen. Ja, dat kreeg ik echt niet. Oh, dus zeker. Je kreeg eigenlijk een soort een andere Nike, mm-hmm, waar je eigenlijk niet blij mee was, of wel? Ja, nou, in het begin dacht ik, okay, het is wel Nike, ik vind het wel tof, maar ik vind het eigenlijk niet mooi. Ja. Maar hoe meer ik ze droeg, hoe verliefder ik erop werd. Oké. Okay. Dus echt, ik vond die zo tof en ik wil ze eigenlijk nu gewoon weer hebben, maar ja, weet ik veel welke. Nee, ik denk niet meer dat je weet welk model het is, denk ik. Nee, ik denk ook niet dat ik erachter gekomen ben. En maar toen is het wel begonnen. Dat was wel, denk ik, echt zoals mijn liefde voor sneakers wel begonnen. En toen op een gegeven moment toen kon ik wel wat meer, kon ik wel zelf een paardje kopen. En dan kocht ik een Air Max. Die waren een beetje bruin, ze werden geperforeerd met roze lipje. En toen had Kanye ze ook aan. Welke model was dat, weet je dat Air Max 1. Air Max 1? Ja. Oké. Okay. Dat was een Air Max 1. Die had ik toen gekocht bij Concrete. Concrete Den Haag? Ja, daar ging ik elk weekend naartoe om sneakers te kijken. Ja, dat is een toffe winkel is dat. Ja, dat was zo leuk. Ja. Je ging toen echt een beetje hunten voor sneakers. Dus je ging naar Patta en dan zag je ook weer Essex of wat dan ook, wat je niet kende. Ja, want die halen ze ook uit Amerika. Ja, ja. En dat was echt, vond ik echt heel tof. En toen was het, toen weet ik wel dat mijn vrienden zeiden, ja, dat is een nieuwe winkel in Rotterdam. En toen, ja, wat dan? Ja, woei. Toen kreeg ik een logo, hey, Paradox? Ja, gek. Ja. Wow, zo. Ja. Doop. Ja. En toen gingen we daarheen ook natuurlijk. En toen kom je eigenlijk overal. Ja, sick. En zo is het begonnen. En ik ga altijd, we houden van Amerika. Dus altijd als we naar Amerika gaan, dan koop ik altijd een sneakertje die ik hier niet kan vinden. Maar tegenwoordig vind je alles overal. Ja, als je online gaat, kan je alles kopen wat je wil eigenlijk. Precies. Toch voor elke prijs. Maar dat was altijd wel heel leuk. Ja. Gregor, zitten we even in je hoekie. Mm-hmm. Eerst wat opvalt. Is dat een SB? Wat is dat? Oké, de phonepas? Oh, deze SB. Die, ja. Oh ja. Deze, ik vind het serieus. Deze zijn underrated eigenlijk. Dit zijn die van Benji. Oh, vet. Zijn die zo heel oud? Maar ik vind het zo tof. Ik denk wat 3 jaar geleden. Zoiets. Ja. En wat ik zelf ook heel tof vind, nog steeds, zijn deze. Dit zijn al Jordan 12's. En die heb ik in Hongkong gekocht. Hongkong? En dit is dan helemaal reflective. Ja, ik vind dit zo tof. Helemaal reflective? Ja. Ja, je moet echt... Ja, ja, je kan het nu niet zien. Maar als je een foto maakt, dan zie je het wel. ZM Streak Spectrum. Nog nooit gezien, Gregor, dit. Leuk toch? Ja, ik vind het best tof nog. Ja. Dan hoef je niet alles te denken of... Nou, hij is te zwaar, hè? Nee, hij is te zwaar. Kijk of we zo stiekem kunnen kijken. Oh, hier. Composite. Ja. Dit zijn die gebaseerd op de Yeezys. Ja. Glow in the dark onderkant.
Ik heb hier een paar die ik echt heel tof vind. Vooral, daar heb ik mijn Transformers met Bait en dan Diadora's zijn dat. Ja. En dan heb ik, ik heb alle poppetjes bij. Oh, maar die horen bij die set, of? Ja. Ik zie ook Bait. Uh-huh. Oh, vet. Cool, toch? Ja. Laat zien dan, want ik weet niet welke dat zijn. Dat is toch vet? Gek. En dan gewoon met de Decepticon logo op de achtergrond. Ah, sick. Ja. Maar dus de 3-pack? Vier. Vier? Ja, dus je hebt Optimus, je hebt Bumblebee, je hebt Starscream. En natuurlijk de bad boy himself, Megatron. Dat heb je nog niet gedragen, hè? Ik heb alleen Bumblebee gedragen. Oké. Okay. Maar ja, kijk, ik draag alles. Alleen ik heb gewoon nog geen tijd gehad om alles te dragen. Nee, je hebt het druk, hè? Ja. Mijn favoriete model? Jordan 11? 7. Ik denk dat ik toch voor de 6 ga. Het is of de 11 of de 6, maar ik denk dat ik voor de 6 ga. En ik vind deze zo gruwelijk tof ook. Ja, zakjes tof, hè? Ja, ik vind dat zo leuk. Een detail. Kan je bleutje in stoppen? Bijvoorbeeld? Wel een hele kleine, maar hey, mini jointje. Ja. Oh, we kunnen die daar. Deze? Ja. Dat zijn serieus een van mijn favoriete paardjes. Hoe heet dit model? Ja, dat is echt een goede vraag. Ik weet het niet meer. Het was een hybrid. Het was structure met... Hybrid, ja. Ja, het is wel structure kleur. Ja, met... Stukje zon. 2009 iets. Ik denk zoiets, ja. En toen zei ik tegen mijn ouders, want die gingen toevallig naar New York. Ja. Want ik wist dat ze hier nergens waren van... Kan je kijken of je deze voor me kan kopen? Ik wil dit zo graag. En toen zei ik ga niet alle winkels langs om te kijken of ik sneakers voor je kan kopen, hoor. Nee, oké, is goed. Zijn ze dus kennelijk 4 sneakers in winkels langs. Zijn ze toch nog gaan. Hebben ze toch nog gaan. En toen in één keer kwamen ze thuis en toen hadden ze deze. En toen dacht ik, fuck yeah. Ja, dat is een fucking ja. Yeah. Ja, ik vind het zo tof. Sick, ja. Niet zelf voor gehunt, maar... Nou, je ouders. Ja, precies. Ja. Dit is net zo leuk. Dit zijn eigenlijk... Kijk, het zijn SB's. Ik weet dat niet iedereen dit tof vindt. Maar dit is gewoon van vroeger. Als je ging voetballen, wie had niet zo... Zaalvoetbal. Wie had deze zaalvoetbal sneakers niet? Ja. Dus toen zag ik ze, dacht ik, oké, dit vind ik leuk. Dit is Tommy Kid. Ja. Oh, dat is wel gek. Kijk, tegenwoordig, heel eerlijk, heeft mijn dochter meer sneakers dan ik? Nee, dat is niet waar. Maar ze heeft wel de coole sneakers. Ja. Okay, ik heb deze ook. Klotjes. Het leukste is om gewoon dingen te matchen. Zo leuk. Ja. Alle drie met de Yeezy slides. Nope. Is toch te cute? Super cute. Ja. Maar weet je welke ook cool zijn? Sick. Deze Travis Scott. Ah, sick. Ik vind die echt heel leuk. Ja. Nou, hier is Stussy. Ze hebben wel veel inderdaad, zeg. Ja, Jezus. Ze hebben zeker wel veel. Die hebben we ook allemaal. Jordan 11, hallo. Ja, en deze hebben we allemaal, die 380's. Dit zijn Tom & Jerry's. Sick. Kijk, als je deze indrukt, dan pomp je ze op natuurlijk. Ja. En wat deze doen? Kijk, Gregor, de famous top 5. Alright. Je bent aan influencer op YouTube. Mm-hmm. Je vrouw belt. Ah, ze gaat in de fik. Ik kan maar 5 pakken. Welke 5 moet ik pakken, Gregor? Alright. Wat wordt het? Het wordt sowieso de New York Sunshine. Ja. Ik vind deze te tof, man. En die heb ik echt mijn Vertel wel, hoe kwam het dan? Ik heb uren in de rij gestaan in Miami. Welk jaar was dat? Dat was in 2019. 2019, met Art Basel? Met Art Basel. Ja. En ik dacht, deze wil ik hebben. Opening van Unknown dus. Met China, tenminste, dit was een shirt met Chinatown Market. Maar Unknown is de winkel van? LeBron James. Oké, okay, en toen hadden ze die schoen in die winkel, hadden ze gewoon opeens gereleased. Ja. En mocht je in de rij gaan staan. Dus dat heb ik gedaan. En het duurde, ik denk serieus dat ik daar 6... Misschien wel 7 uur heb gestaan. In de hitte, zei je toch? Ja, in de hitte. We kregen wel een flesje water. Eentje? Ja, eentje. En mijn vrouw belde op, die werd helemaal gek van waar blijf je in godsnaam? En ik zei, ja, ik ben echt zo aan de beurt. Ja. Ik was niet per se zo aan de beurt, nee. Maar ik was wel al wat verder in de rij. Tuurlijk lang. Twee stappen verder. Ja, dat was wel niet grappig. Maar je kreeg wel de tijd om in de winkel nog rond te kijken. Ze hadden nog wel een paar sneakers die ze dan weer niet hadden of tenminste die ze even nog wel even voor een keer gekregen. Ja. Maar ik heb alleen deze gekocht toen. Je hebt waarschijnlijk een van de enige in Nederland, denk ik, toch? In Nederland helemaal. Dat kan niet anders. Ja. Kan niet anders. Kijk, als het huis in de fik gaat, je moet ook nog iets hebben wat geld waard is, toch? Ja. Mensen komen bekend voor. Ja, dit kent denk ik iedereen wel. Gok ik zo.
Le Fragment. Le Fragment. Met Travis. Dus ook, kijk, nu kan ik ze, of als het echt moet verkopen, dat echt alles in de fik is en alles is weg. Of ik kan hier zeg maar een bieder van maken, dat heeft ook wel iets. Ja, toch? Ja, bieden? Nee, man. Dan, je hebt er nog maar vijf. Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja. En je hebt deze gewoon voor retail kunnen betalen, ja. Kopen toch? Ja. Gek. Ja. Is wel lucky, ja. Deze Nike SB's. Oski. Juist, thank you. Ik vind dit zo tof. Ik ben gek op haaien. Ja. Ik vond het gewoon het concept van het Nike logo een haai maken. Ja. Vind ik zo tof. Ja, supergoeie skate ook. Ragger. Ja. Keihard ass. Volgens mij was het zweet ook zo, toch? Oski of zweet? Zo, ja. Scandinavië. Ja. Vet. Love it. Ja. En ik moet zeggen, er zit niet eens heel veel hype tussen. Maar ja, dat hoeft ook niet per se. Nee. Ik denk dat hype is voor de skaters dit. Ja, dat is waar. Ja. Dan. Dit is een grote gele doos. Een grote gele doos. Er zit ook nog een andere sneaker bij, maar die is zo niet boeiend. Want dat heb je altijd als ze zo'n dubbele uitbrengen bij Jordan. Je krijgt altijd een sneaker die niet boeiend is. Ja. Hij is wel leuk, maar. Ja. Maar dit. Dit is mijn all-time favorite Jordan. Jordan Pata die er is. De Jordan 6 Brazil. Ik vind die colorway, I love it. Groen en geel. Een beetje reggae wel, hè? Groen en geel. Ja, ik noemde ze ook altijd de Jamaica toen totdat ik achterkwam dat het Brazil was. Ja, 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 dat ook Brazil in. Ook Jamaica. Wel logisch, met de mister kleur. Ja, ja. Ja, geel-groen is ook Brazilië. Ja toch, ja. En een beetje Den Haag nog. Beetje Den Haag. En dit. Nummer 1, de allerlaatste nummer 1 van Gregor. Deze zijn gewoon het belangrijkste. Zijn helemaal niks waard. Sterker nog, het is niet eens het meest boeiende Nike Air Max. Zero? Ja, zero's. Maar, ik ging trouwen. En mijn broer was mijn best man. Ja. Hij heeft dus dezelfde sneakers. Alleen net even iets anders. Hij heeft dan net die hyper. Dus hij heeft een andere zero? Hij heeft eigenlijk dezelfde, alleen dan net de colorway net iets anders. Dus heeft hij, volgens mij heeft hij hier bruin en. De beetje omgekeerde versie. Ja. Ja. En bij mij staat er dus kleine broer. Ja. En bij hem staat een grote broer. Zek. En dat was omdat hij mijn best man was, had ik dat hem cadeau gegeven. Op jouw trouwfeest of zijn? Mijne. Oké. Sick. Dus dit is eigenlijk puur sentiment. Dit is gewoon een bespoke ID of een normale ID? Gewoon een normale. Ja. Dus zijn niks waard, maar ja, het is wel belangrijk. Ik zou deze sowieso meenemen. Ja. Gewoon emotionele waarde, precies, voor je familie, precies, ook. En je broer hebt de andere versie. Daarom. En dan denk je, ja, die kan je wel weer maken. Maar ja, ze veranderen dat steeds. Dus dat is niet waar. Je kan ze weer niet meer maken dan. Nee, want de opties zijn weg, komen andere opties. Daarom. Ja. Dus ik denk dat dit zijn wel mijn nummer 1's die ik gewoon mee moet nemen. Gek. Ja, gek. Ik vind ze gekke zin. Cool ook. Ja, deze color heb ik ook nog nooit gezien. Nee. Ja, is ID. Sowieso een Nike Zero. Ik vind dat ze er wel wat meer mee mogen doen. Het hoeft allemaal niet weer uit één stuk stof te bestaan of zo. Maar. Nee, maar ze gaan sowieso door met die ID's toch. Dus in de toekomst krijgen we heel veel opties, denk ik ook, weet je wel. Ja, sowieso. Oké, dat was je top 5 record. Ja, dankjewel. Dat was denk ik wel mijn top 5. Dankjewel, hoe bedoel je? Ja, maar je gaat altijd twijfelen, toch? Waarom zeg je dit? Ja, omdat er zoveel leuks tussen zit. Ja, dat is waar. Ja, ja. Nog allemaal andere Her Arch Tech Challenge waar ik dan weer aan denk. Oh, die is ook cool. Ja, maar is nou te laat. Maar is nou te laat, dus ik ga het er ook niet meer over hebben. Mag ik gewoon spelen. Dit is gewoon mijn top 5. Dat was mooi, kick en door. Met mijn man Gregor. Mm-hmm. Dankjewel dat ik mocht langskomen. Dankjewel voor het langskomen. Tot de volgende. Later. Thumbs up.